Dit is een veel te grote naad. Als ik hier nou een ander plankje in maak, dat die alleen de zaagsnede heeft, dan kan ik het en afmeten en er komen geen kleine stukjes hieronder in. Want die schieten er wel eens tussen. Dus ik ga eens kijken, als ik dit er nou afschroef, wat ik dan aantref. Zo. En dan wat zie ik dan? Plastic dun dingetje. En dat zit, kijk, hier zit stof tussen. Ga ik toch even met de stofzuiger langs. Nou wil ik een plankje maken dat hierin past. En ik kan hier, als ik ietsje dikker maak en hier weer wat dunner, dan kan ik even kijken hoe dik kan dat worden. Dan heb ik hier 10 mm. Dus ik kan een plankje van 10 mm bij 47. 10 bij 47. En dan ga ik hier allemaal uitholletjes maken dat die hierin past. Nou, van eikenhout heb ik nou een uitkepentjes allemaal gemaakt. Het wordt allemaal heel fragiel en dun. En als ik nou met mijn zaag er doorheen zaag, dan, maar ja, dat moet ik wel vanaf hier doen. Zo, tot daar. Dus dan blijft er niet veel stevigheid over. Dus ik hoop dat dat sterk genoeg is. Het is natuurlijk maar een heel dun plankje die je even zo doorzaagt. Misschien dat ik hieronder, daar heb ik nog wel ruimte, nog een extra plankje opleem. Ter breedte van dit en ter hoogte van dat. Dan lijm ik hier op, zodat als die zaag er doorheen gaat, dat die voldoende stevigheid in mijn plankje. Want dit wordt wel heel erg dun allemaal. Nou, ik heb er een latje onder gelijmd om de stevigheid te geven. Maar nu ik dit gelijmd heb, denk ik, waarom doe ik dat eigenlijk niet met aluminium? Ik ga dat gewoon een aluminium strookje maken. Die zal steviger zijn dan zo'n houten plankje. Dat zal op een gegeven moment misschien wel gaan splijten. Maar ik hou deze nog als reserve. En nou heb ik een aluminium strip. Daar moest een klein beetje afgezaagd worden. Heb ik op de cirkelzager een strookje afgezaagd. En nou past dat hartstikke goed. De hoogte komt gelijk uit. Dus een kwestie van gaatjes boren. En pas maken. En dan heb ik hem. Als ik dit plaatje er nu heb ik heel keurig opgemeten. En dan zit hij er toch nog een beetje naast. En nou, erg veel speling heb ik toch niet. Je zou zeggen. Maar ik moet dit nog een beetje naar beneden. Die nog een beetje naar boven. Deze ook nog een beetje naar boven. Die nog een beetje naar achteren. Dus ik ga even gaatje voor gaatje ga ik dat aanpassen. Of ik met een ijzerboordje een beetje kan uitfrezen. De goede richting uit. Dus ik begin even met deze. En dan moet hij nog een heel klein beetje hier. Dus dat ga ik gewoon doen. En dan ga ik de richting van dit plaatje even bepalen. En dan ga ik eens kijken of ik dat allemaal netjes kan krijgen. De maten die had ik zo opgemeten en toen geboord. Maar dat vereist nog wel precisiewerk, want helemaal goed ging het niet. Ik heb die gaten wat opgeboord. Die achterste heb ik niet opgesoevereind, dat die lekker stevig komt. En, maar ze zitten nou goed. En nou kan ik met mijn zaag, zou ik hem zo kunnen doorzagen. Als dat, en dan kan ik misschien met een schuurpapiertje dat randje goed glad krijgen. En dan heb je een maat om te meten. En die naad is niet groter dan de zaag. En dat vind ik een voordeel, dat die splinters er niet achter schieten. Dus we gaan even een bril opzetten. Een veiligheidsbril voor de spetters.
En mijn oordopjes, want aluminium maakt nogal herrie. Kijk, dan heb ik een keurig gleufje. Nou, even hier een lijntje heb. Dit wil ik er afzagen. Nou, en dan zet ik hem op dat kantje. Dan is die ook zo groot. En ik zie mijn potloodlijntje nog steeds staan.